Hallo Lieserielappers, ik ben Anouk en vandaag ben ik bij jullie met onze nieuwe Banache Ava in de kleur Magento. Die natuurlijk al super erg opvalt en ja, dat is hartstikke leuk, al helemaal voor van de zomer. Ten allereerste is het gelijk een hartstikke leuk en jong modelletje, lekker speels. Verder is dit een plunge model, dus hij valt wat dieper tussen de borsten, wat lager tussen de borsten en gaat daarna gelijk recht naar de bandjes. Het is een niet voorgevormd modelletje, wel met beugels, waar heel mooi een kantje overheen verwerkt is, dus dat maakt het nog wat extra speels. Wat ook typisch Panache is, is de dunne schouderbandjes. Hij heeft een driedelige cup, 1, 2 en 3, maar aan de binnenkant zit ook nog extra stof voor de side support en dat zal ik jullie zo meteen nog eventjes laten zien. Verder gaat deze van omvang 60 tot 85 en van cup double D tot H, dus hij gaat ook nog eens lekker diep in de cup. Er zit er ook nog een heel mooi broekje bij. En waarom die zo mooi is, is omdat hij aan de voorkant met kant heel naadloos is afgewerkt en dat rekt ook mooi mee. En aan de achterkant is de stof dubbel gevouwen, dus is hij ook helemaal naadloos. Dus ik draai de pop even om en dan laat ik het jullie even zien. Dit is de achterkant en hier kan je zien dat hij inderdaad helemaal mooi naadloos is afgewerkt. En dat dat er gewoon heel netjes uitziet. Dan laat ik nog heel eventjes zien hoe dat dan zit met die side support aan de binnenkant. En dan ga ik de pop eventjes voor uitkleden. Dit is de voorkant van de cup. Ik probeer het altijd op deze manier een beetje te laten zien. En als je aan de binnenkant kijkt, zie je dat hier nog een stukje stof zit. Dit stukje stof is niet rekbaar, wat ervoor zorgt dat hij je borst wat naar binnen duwt. Net zoals dat bij side support dus het geval is. Vinden jullie dit nou ook zo'n mooi modelletje? Kom dan snel een keer een kijkje nemen bij ons in de winkel of bestel hem gelijk online op naron.nl. En dan zie ik jullie in het volgende filmpje.